voor een man die zijn streven meer dan verdiend heeft als marinier. En op 87-jarige leeftijd zich ook vol blijft inzetten voor deze Indische kwestie. Hollandse kwestie, Centen kwestie, hoe je het verder wilt noemen. Dames en heren, mag ik een ovationeel applaus voor de heer John Bruininga. John, u installeert zich even heel relaxed hier op het podium. Hartelijk welkom. Ik wil u heel kort even introduceren bij onze gasten hier op de Dam. U heeft een lange levensgeschiedenis. Ik vertelde al, u bent bij het Korps Mariniers in dienst geweest. U heeft de Japanse bezetting meegemaakt. Vervolgens bent u in de chaos van al die jaren daarna bent u gedwongen geweest om uit te wijken naar Nieuw-Guinea. Heel veel mensen weten misschien niet dat er nog een heel speciaal korps, niet korps mariniers, maar een data-korps is uitgezonden. En misschien kunt u heel kort even aan onze gasten uitleggen van wat de data precies deed. Ik ben niet zo'n goede corseur. Ik heb alles op papier gezet. En ik hoop dat ik een klein beetje de indruk kan geven van eigenlijk de data-jongens. Ik zie hier een paar. We zijn de laatste overlevende van de data-boot die met 1,50 gulden per dag de infrastructuur van Nieuw-Guinea onkundig helemaal, zonder enkel wijsheid, dat gebracht hebben. Er zijn twee overlevenden hier en ik wil ze hier graag hier hebben. Jongens, applaus voor de twee laatste overlevenden. De Data, Dienst Economische en Technische Aangelegenheden, was een speciaal korps van jonge jongens die naar Nieuw-Guinea vertrokken, omdat dat voor een heel groot gedeelte een onontgonnen terrein was om daar heel snel huizen te bouwen, de infrastructuur aan te leggen. Komt u naar voren, hartelijk welkom. Fantastisch dat u erbij bent vanmiddag. Je kan het niet hard. Het is een van de vele groepen, zogeheten data-jongens. Er werd altijd gezegd, 1 pop 50, 1 gulden 50 per dag kregen ze voor dat harde werk in de woestenij op dat moment nog van Nieuw-Guinea uitbetaald. Na de heftige gebeurtenissen in Indië ben ik samen met nog vele gevlucht naar het voormalig Nederlandse Nieuw-Guinea. En op 3 oktober 1950 begon de omkeer in mijn bestaan in Nieuw-Guinea. Een nieuw leven dat 6 jaar duurt. Er zijn weinig boeken geschreven over het LOBEL en W van de data. Als er wat over geschreven, dan was het zogenaamde objectief bekeken. Door de bril van een journalist. Ik zal er één belichten. Grote groepen Indische Nederlanders wilden destijds naar Indonesië verlaten. Wel ja, welke Indo wil dat nog niet? Maar wilden niet naar Nederland, want daar hadden zij geen geld voor. Dus ze gingen naar Nieuw-Guinea toe. Ongeveer 1000 Indische jongens zijn met arbeidscontracten van de data aangenomen. En wat er nou overblijft, zijn er 3. Alleen, de rest is in de vergetelheid opgelost. De huisvesting, het leek nog wat op papier. Maar in werkelijkheid moesten wij koeliewerk verrichten. En dat ontbrak ons aan alles in die tijd. We moesten huizen, wegen, bruggen, waterleiding en telefoonnetten bouwen en aanleggen. Zonder dat wij er enig benul van hadden, wij waren bezig het begin van een nieuwe infrastructuur op te zetten. En alles maar voor 1 pop 50, 1 gulden 50 en een tinnetje sigaretten in de week. En daarbij een zeeploze, bottige stukje zeep. Wat waren eigenlijk de data, jongens? Dat wordt op een gegeven moment belicht vanuit de perspectief van een journalist. Het waren data, jongens, nu het uitstervende ras. Waar zijn ze nu? We hebben altijd een zwak voor hen gehad. Waren ze niet de enige die wat kleur aan de Hollandiaanse leven gaven? Ze deden niet gewichtig, schreven geen volledige ingezonden stukken, spraken geen ABN, maar gewoon van de rood-wit-blauwe. En loslaten hun moeilijkheden eigen, en losten hun eigen moeilijkheden op. Ze bezorgen en hun belager
met onbewogen gezichten, een gemene schedelbasfractuur en gingen dan opgewekt een paar weken zitten, brommen in de jail. Ik moet zeggen dat Jopie inderdaad gelijk heeft. Er zal een kern van waarheid verschuilen in het verhaal. Maar over het algemeen hebben we allemaal dat eenjarig contract bij de DETA volgemaakt. Ondanks al het zware werk en onmogelijk werk dat de meesten van ons zonder enige ervaring hebben moeten volbrengen. En dat was het beeld dat de buitenwereld van de DETA boy had. Na een jaar bij de DETA zijn we verder gegaan met het werk. Maar dan vaak als losse arbeidskrachten of groepjes met zogenaamde aangenomen werk. DETA, dienst, economische, technische aangelegenheid. Behalve de dienst was echt, de rest hing er maar wat aan. En daarna belanden wij in een rollercoaster die ik vijf hele jaren heb mogen beleven. Hier staan ze nog, de weinig overgebleven van de laatste DETA boys. Hulde aan de rest die hier op de mogen staan. Dankjewel, Roomtan. Hulde aan u allen die hier staat. Vergeet één ding, dit is een historisch moment. Er is nooit aandacht voor de DETA jongens geweest. Het was zelfs zo pijnlijk wanneer je notities en ook geheime kabinetsnotities leest uit de periode 1952-1958, dat er stevast wordt gezegd, laat die DETA-jongens maar op Nieuw-Guinea zitten. We willen ze hier niet in Nederland. Het zijn vechtersbazen. Er werd op een hele denigrerende manier over ze gesproken. Het zijn wel die jonge jongens geweest die voor een heel groot gedeelte in Hollandia, in Manokwari, in Sorong, grote plekken op de grote steden op Nieuw-Guinea, de infrastructuur aangelegd hebben, waardoor daar ook gewerkt en gewoond en geleefd konden worden. Nog één keer een heel groot applaus voor deze unieke persoonlijkheden. Boys, we willen een moment stilte betrachten voor onze wapenbroeders die gevallen zijn voor onze vrijheid en respect betonen aan de gemeenschap die hier nu op de Dam staan en dat bevestigen. Veteranen, DETA boys, geef acht! Breng goed! Dank u wel. Dank je wel, Giselle. Wacht. Blijven jullie even staan? Dank je wel, Giselle, voor je enorme onderzoek. Ja, ik kan het bijna niet verklaren, maar enorme onderzoek en je wetenschap. Wetenschap betaald en gesubsidieerd door de overheid is non-wetenschap. Praat met Giselda, koop haar boek. En dat zeg ik niet voor het boekverkoop, maar daar staat alles in. En dat is aan de pers gericht, deze boodschap. Dank jullie wel. Dank Paatje, dank alle paatjes hier op het podium. Dank iedereen. Kunnen er nog wat sterke mannen aan die kant staan? Want we willen niet dat deze DETA-jongens die er nog zijn, het podium afvallen.